Kijk naar een nieuwe preview op gamersnet.nl. Jawel, Tom is ermee aan de slag geweest. Hij komt bijna uit Fallout 76, de multiplayer versie van Fallout. En daarover is heel veel controverse geweest, heel veel onzekerheid. En eindelijk is die een beta, b.e.t.a. Break it early test application. Fucking prima. En jij bent er inmiddels 2 nachten mee aan de slag gegaan. Ja. Want de beta-tijden zijn voor ons Nederlanders niet heel fraai. Soms vallen ze mee, maar het zijn specifieke sessies die ze aankondigen van tevoren. Dus dat was de eerste die ik heb opgepakt, was al van middernacht tot 4 uur 's nachts. En dat is goed bevallen. Ja, oké, nice. Hey, waar onze onzekerheid over zat, was eigenlijk omdat Bethesda zelf heel erg onzeker is. Ze hebben ook een brief naar buiten gebracht met verwacht vooral niet veel van dit spel. Ja. Dat is eigenlijk gewoon niet zo goed. En tenminste, dat zeiden ze niet. Er kan heel veel fout zijn. Er kan heel veel fout zijn, dat zeiden ze. En je moet vooral zelf het spel maken. Nou is Fallout als singleplayer game, Fallout 3, Fallout 4, New Vegas, waren heel erg games die heel erg draaiden om de interactie die je hebt met de wereld. Dat is eigenlijk waarom ik honderden uren Fallout in mijn leven heb gespeeld. Ja, same. Maar dat is nu allemaal weg. Moet je allemaal zelf doen. Het is niet allemaal zelf doen, zoals bijvoorbeeld een Sea of Thieves zegt van ga zelf maar verhalen maken, want wij hebben geen lore zeg maar, voor het oprapen. Maar het is wel zo dat je met Fallout 76 een Fallout wereld krijgt die je inderdaad met z'n allen kunt beleven. Maar dat wil wel zeggen dat je bijvoorbeeld geen mensen gaat zien in die game die niet zeg maar spelers zijn. Wacht, maar ook... Dus alleen het menselijke ras niet? Of... Het menselijke ras zie je eigenlijk gewoon niet inderdaad. Nee, dus er is niemand, er zijn zeg maar geen dorpjes waar bewoners zijn of questgivers die menselijk zijn. Het zijn robots en computers waar je mee praat en je krijgt dingen van de radio, krijg je opgepakt. Maar eigenlijk alle mensen die je ziet in de wereld komen uit Vault zijn spelers. Het zijn echte spelers. Ja. En hoeveel mensen zijn er dan? Ja, het lijkt een beetje fluïde. Ik kom dan in de beta wel wat groepjes van mensen tegen, maar ik heb niet zoiets zo van, oh, het is een server cap van 64 op die grote map of zo. Dat volgens mij niet echt, geloof ik. Hé, maar leg even uit hoe het gaat. Je komt die wereld in en wat ga je dan doen? Wat krijg je aan tools om een doel in het leven te hebben? Nou, basically alles wat in Fallout 4 zat. Qua zeg maar craften, qua looten, qua jezelf uitbreiden, progressieboeken, dat zit er eigenlijk allemaal in, maar het is niet zo dat je een hele vaste lijn aan verhalen krijgt. De missiestructuur is een beetje inderdaad meer van pak wat op en soms zijn er evenementen in de wereld, soms zijn er dingen die met andere spelers zijn en andere keren is het eigenlijk gewoon zoals je zelf een Fallout zou ervaren. Dus gewoon van, oh ik heb zin in die quest of oh ik wil daar even looten of oh ik wil deze dingen nog verzamelen zodat ik iets kan craften en dergelijke. Dus wat dat betreft is het echt wel een soort van Fallout die je met z'n allen beleeft. Ja, maar je krijgt wel echt quests. Ja, je krijgt wel echt quests. Die kun je ook in je uppie doen. Die kun je in je uppie doen, die kun je met meerdere mensen doen. Er zijn natuurlijk soms dat je denkt van oh, dit is in een hoger level of zo, dus moet ik eerst omhoog levelen of ik moet het met meer man gaan doen en dergelijke. Ja, dat kan allemaal gebeuren, maar ja, er zitten wel een heleboel quests in, ja. Ja, nou, vond je dat fijn? Ik vond dat. Want jij had, je hebt 2 speelsessies gehad, de eerste was je super over te spreken. Waarom was je zo blij die eerste speelsessie? Omdat ik dacht, het werkt. Het is inderdaad Fallout in een soort van co-op verband. Dus inderdaad, in een open wereld krijg je Fallout. Dat is een beetje waar wij altijd van zeggen van dat is wat we willen. Wil ik dat alsnog erin gepatcht zien, dat ik met jou kan spelen. Nou, in wezen is dit heel erg 4 met een soort van multiplayer component, maar wil dat dus wel zeggen dat daarmee wel een soort van de charme van een singleplayer Fallout wel lichtelijk in het verval raakt. Oké, terug naar die eerste vraag. Waarom was je zo enthousiast over de eerste speelsessie? Het werkt. Dus het is best wel bevreemdend dat je een Vault uitkomt en het is allemaal net een beetje anders aangepakt, maar het is wel een Fallout waarvan je denkt van oh shit, we zijn met z'n allen Fallout aan het beleven. Het is best wel bizar dat je een missie kan hebben, dat je zegt van oh ik ga even hier even dingen verzamelen of oh ik ga dit even exploren of oh ik ga even materiaal halen zodat we kunnen healen, dan kun jij alvast je wapens weer gaan upgraden of zo. Dat is best wel bizar de eerste 2-3 uur of zo, dat je denkt van holy shit, we spelen een Fallout in multiplayer. En dat is, ik vond het bevreemdend, na een tijdje went het. En die tweede sessie was gewoon een heel stuk rukker, omdat ik daar gewoon veel meer bugs in had. Maar goed, het is een beta, dus... Ja, maar hij komt wel echt al bijna uit. Ja, dat is wel een beetje het ding, nog maar 2 weken. Maar goed, als ik ga zeggen, dat klopt iets niet met de shaders, het water spande niet in, er waren quests die we niet af konden ronden en ik ga daarover klagen, dan gaan mensen zeggen, ja, maar het is een beta, dat is de bedoeling. Dat is waar. Dus, hebben die mensen ook gelijk in, maar wij hebben ook gelijk als we zeggen dat die game over 2 weken al uitkomt. Ja. Dus daar hebben we even een kleine
Dat is een soort van, dan moet je ook voor jezelf gewoon afwegen. En ook, dat is ook een ding, het is wel de engine van Fallout. En die is wel heel erg outdated. Dus wat dat betreft, hij loopt wat minder geoptimaliseerd dan een Fallout 4, omdat het dus een multiplayer is. En tegelijkertijd is het ook weer niet, zeg maar, heel sprankelend mooi of zo, omdat het een nieuwe engine is. Weet je, het is niet een Destiny of an Anthem of iets waarvan je echt denkt, wauw. Het is wel echt gewoon wat je kent van Fallout. Dus oké, visuals, maar dan samen. Oké, hoe gaat het samen? Want dat is natuurlijk het grote verschil. Je krijgt gewoon quests, je gaat de wereld in, dan kun je samen doen, kun je alleen doen. Is het alleen? Dat is niet zo leuk, denk ik, of wel? Alleen, ja, je kunt het doen, maar het punt, ze drukken het er best wel hevig op van, oh, eigenlijk met vrienden doen en het samen spelen en het samen opbouwen van Amerika en zo. Daar spelen ze wel op in en dat merk je ook wel dat het dan gewoon een heel stuk leuker is. En er zijn natuurlijk ook een heleboel perks en een soort van builds die je kan maken dat je bij elkaar in gaat spelen. Dus je kunt zeggen, één iemand gaat sneaky, één iemand gaat voor de lockpicks en het hacken en dergelijke. En dat is wel leuk dat je die takenverdeling kan hebben. Ja, dat is wel vet. Ja. En hoe werkt het dan samen als je met z'n tweeën in een gevecht ingaat? Ik bedoel, je hebt geen vetsysteem natuurlijk. Nee, je kunt de tijd niet meer vertragen of stoppen. Nee. Maar hoe is dat bevredigend dat je met z'n tweeën samenwerkt om monsters te verslaan? Ja, nou ja, ik vond het op zich best wel gaaf om het samen te beleven. En ja, de combat is nog steeds gewoon Fallout-achtig. Alleen je krijgt vets, heb je nog steeds wel, maar het vertraagt de tijd niet meer. Nee. Dus het is wel, zeg maar, nog steeds je kansen, maar het gaat in real time. Dus dat is misschien net iets minder vloeiend dat werkt, zou ik zeggen. Maar ja, je gaat wel gevechten met z'n allen in. En je kunt wel echt, weet je wel, gaan targeten en je krachten gaan bundelen. En elkaar helpen en traps neerleggen. Van, lok hem hier naartoe, want ik heb net een mijn hier gegooid of zo. Dat soort dingen kunnen we allemaal. Dat is best wel vet, maar het is nog steeds de Fallout combat. Die, als je hem niet kan vertragen, als jij een speler bent die eigenlijk altijd met vets schoot, dan is dit misschien wel even een soort van, ja, ik zag een uitdaging. Ja, want je moet wel echt gaan schieten en vets werkt gewoon werd heel anders. En ook, weet je wel, normaal in een Fallout gevecht, als je wordt aangevallen en je bent low health, dan kun je gewoon je menu ingaan, de tijd stoppen, superveel stimpacks in jezelf douwen of weet ik veel, een amputatie uitvoeren en weer doorgaan. Yeah. Dat kan nu niet, nu is het real time. Dus als er nu een beest op je afkomt gestompt en denkt ik moet healen, dan heb je zoiets van ja fuck, dan moet je maar gaan rennen. Dan moet iemand anders er maar even af gaan leiden zodat jij kan healen. Yeah. Dus wat dat betreft, het is een hele soort van andere combat, maar tegelijkertijd ook weer, ja, je weet heel erg wat je ervan kan verwachten. Oké. Voorlopige conclusie, want we hebben er hard hoofd in gehad. Heb je er nog steeds hard hoofd in? Deels. Ik heb nou zoiets van, oké, de basis staat, maar er is nog steeds wel een heleboel, wat zeg maar, een heleboel maartjes. Dat is het. Yeah. Het feit van dat je in quests en zo, dat soms, je speelt hem samen, waarom als hij dan een van de objectives doet, streept hij bij mij niet af. Weet je wel, dat zijn van die kleine dingetjes die ze even moeten fixen. Dat het allemaal net iets vloeiender werkt met z'n allen. Als dat het geval is en ze kunnen de bugs eruit halen en de overduidelijke fouten met de engine die nu is, dan denk ik dat dit best wel een toffe online Fallout kan zijn. Maar het is precies wat het is. Je weet wat je ervan kan verwachten. Je krijgt Fallout, maar dan online. En dat wil ook wel bepaalde concessies inhouden. Ja, duidelijk verhaal. Dankjewel, Tom. We zijn ontzettend benieuwd naar straks het eindproduct. Ja. Die is hier over 14 dagen alweer, of iets minder. 14 november aanstaande. Dan ligt hij in de winkels. PlayStation 4, Xbox One. En Xbox One. Ontzettend bedankt voor het kijken. Mocht je echt alles willen weten over de beta van Fallout 76, check dan gamers.nl voor de geschreven preview. En richting de review kun je natuurlijk hier weer komen voor de review, denk ik. Ja, ja, denk ik het wel. Misschien geven we ook nog wel vette prijzen weg omtrent Fallout. Waarschijnlijk wel. Die geven altijd heel veel. Die testen zelf hele vette goodies op. Dan gaan we gewoon die helm weggeven? Nee, sowieso niet. Nee,